Goedemorgen en welkom op het natte mosterdzaadje. Zoals je ziet hebben we regen, water in de putten staan, maar, of in de rijsporen, maar waar het niet aangereden is, geen plassen te zien, wat dat fantastisch is. Terug de plassen in de sporen, maar niet tussen op de bedden. En ook op de stukken die nog niet gespit zijn en dus ook nog geen sporen gereden zijn. Er zijn nog geen plassen te zien en zelfs als we dan in de wel afgereden groenbemester gaan zien, hebben we ook hier in de sporen nog niks. Met andere woorden, mulchen zoals hier gebeurd is met oud gras of daarnaast aan de rechtse kant de groenbemester zorgt er wel duidelijk voor dat het water beter intrekt dan dat je over gespitte grond met een tractor overrijdt. Nu, logisch lijkt mij dat, maar het is opvallend. En voor de rest is er gisteren plantgoed binnengekomen. Dat gaat nog een klein beetje moeten wachten. Dat zien we er vanachter, helemaal vanachter, net staan. 30 bakken plantgoed, dat gaat er hopelijk morgen ingaan. En dat is dan het voordeel van aangereden sporen te hebben. Daar staat wel water in, maar daar kunnen we nog altijd overrijden. En de compactie op de bodem valt dan redelijk mee, want we rijden altijd op dezelfde plek. Plus lichte zandgrond. En dat wil waarschijnlijk zeggen dat morgen die plassen ook weg zijn. En dat we daar dus eigenlijk gewoon weer tegenaan kunnen. Nu, ik weet niet of het goed zichtbaar is. Het is te zien, maar niet hard. Ik zie hier trouwens net de pluviometer. Die zegt 23 mm sinds dit weekend. Daar achteraan staat een trampoline in het veld. Ik heb van het weekend de havik op bezoek gehad en mijn ontsnapkip is voor altijd weg. Ik heb ze nog teruggevonden. Maar ja, die gaat geen eitjes meer leggen. En nu heb ik daar een oude trampoline gezet, een paar paletten eraan, dat het een beetje afgeschermd is, maar vooral ook gewicht. En dan hebben de kippen een extra schuilplek. En we zoeken nog een trampoline of twee, drie extra om de rest van het veld ook wat schuilplek te geven. Marielle was daar net aan het roepen, ik weet niet of dat jullie ze gehoord hebben. Die heeft vandaag nog geen brokjes gehad, die moet ze nog wel krijgen. Dus dat gaan we nu doen. Voilà.